Welkom kijkers, u kijkt hier op het hoofdveld van de Zoehave. Vandaag een leuke wedstrijd, altijd een leuke club hier, erg gezellig. Lekker balletjes. En dan kijken hoe ze dit jaar vanaf brengen, want vorig jaar zijn ze tweede geëindigd. Maar ik moet het in mijn eentje beoordelen, want Sander niet zo wezen skiën vannacht, dus die redt het niet. Maar ja, we gaan het gewoon doen. Hopelijk 3 puntjes en een hoge stand in de clubtest. We gaan het zien. Deze spelers zijn met nummer 12, Jimmy Hagenaar. We staan in de kleedkamer, het is de tweede helft is net begonnen, staat er inmiddels nog, staat hier nul. Het staat gewoon 0-0. Hier, Sander, Sander is toch gewoon aanwezig, dat had ik niet verwacht, maar hij is er gewoon. Hele tactische bespreking van, voor de jongens. Van Bassie. Dat is een, interesseert ze denk ik niet zoveel hoor, de kijkers. Laat nee, maar we gaan even de kijkers. Ja, sorry. Helemaal een lutje broek niet voor dicht gereden. Nee, dat is waar. Nou, het is een, eigenlijk hetzelfde plek als vorig jaar. Ziet er gewoon netjes uit. Redelijk ruim, mooi tafeltje. Nieuw materiaal. Johnny! Hallo Mike. Wat wordt het uiteindelijk? 1-1. 1-1, John? Ik ben heel voorzichtig. 1-1, weet je ja. Zeker? Wie gaat scoren? Ik denk Joppie, het wordt 1-1. Ik denk aan 2-1, maar het wordt 1-1 volgens jou. Ja, maar. Dit is hier een beetje een rommel. Oh, is dat een leuke bakje weer? Ja. Ja, 1-0. 1-0 voor Jonas, heb je gemist. Door wie? Door Jop. Joppa. Joppa, hij doet nou dames en heren, lijf 1. Ja, we hebben nou alleen geen beelden. Maar het is 1-0. Ja, de buurtjes. Kunnen onze gestolen worden, gaan we 3 punten ophalen. Ja!
dames en heren, kijk eens thuis. Wedstrijd is afgelopen, Sam. Lekker hoor. Drie puntjes. Drie puntjes. Gaat Goes in één keer weer winnen. Dat is echt ongelooflijk. En hoe? Van Westlandia. Die zijn niet meer welkom op onze barbecue, Westlandia. Nee, die afgewezen bij deze. Maar toch een leuke wedstrijd. Lekker drie puntjes. Bij de Zouave, een club waar we graag komen. Ja, ja, ja. Hele hoge verwachtingen. Even, moet je even de groeten aan iemand doen trouwens? De groeten? Vaste kijkers. Oh, vaste kijkers. We hebben vaste kijkers, ja dames en heren. We hebben vaste kijkers. Niet alleen in Leidschendam, Voorburg, nee. Ook in Amsterdam, of waar was het? Ja, Amsterdam. In de buurt van Amsterdam. Bij hij heeft hier bij Zouave bijvoorbeeld, is naar de dijk gegaan. Vaste toeschouwers, de groeten van Sander en van mij. Even doen. Dus naar het heel Leidschendam trouwens. Dus volgende keer weer staan goed netjes. Kijk dan op, ze waren wel gezellig naar de dijk trouwens. Ja, de dijk was een leuk afstandetje, ja. Het is een hoop praatje meegenomen, maar we zijn hier bij Zouave. Ja, we gaan helemaal af, het gaat snel hier zo. Entree, Son. Ja, leuke loodjes kon je kopen. Ja, ik had jou niet verwacht eigenlijk. Nee, nee, dat is eindweg, maar... Ik zit dat te zeggen, van die Sander komt niet. Nou, natuurlijk ben ik er. Ja, gezellig. Maar gewoon lekker binnen. Ja. Gratis natuurlijk. Niet, ja, maar niet, nee. Niet van harte? Nee, niet van... Ja, wel aardige mensen hoor, dat hartstikke leuk, maar niet gratis, dus... Ze schreven wel lekkere loodjes, leuke loodjes. Met een worst. Met een worst gewoon. Met een worst. Dat is een zesje dan? Zal mijn worst wezen, hè? Een zesje? Een zes is goed. Een zesje. Zes voor zijn André. Dat gaat toch niet de goede kant? Waar komt dat? Hier dan? Oh ja, goed dat je het zegt. Er komt nog een beeld ook nog hier zo ergens. Dan komen we hier binnen aan accommodatie. Je komt er gelijk met Roomte Frank de boervootje. Frank heeft niet heel goed gedaan voor mij vandaag. Tenminste, net nog niet. Maar en hier het hoofdveldje, mooie knollentuin. Nou, op zich wel een mooi complex. Op zich een mooi complex, ja. Mooie kleedkamertjes. Mooie kleedkamertje. Goed ruim. Kantine kan wat ruimer. Ah, gewoon een 7'tje. Gewoon een stand 7'tje, 7. Zo. 7, 6. Gaat hout. De goede kant op. Gaat toch wel de goede kant op, ja. En dan komen we nog bij de entourage. Dat zijn we hier beter gewend, hè? Dat hebben we in de zon was het vorig jaar. Daar stond het hier helemaal vol. Maar vandaag was het niet... Volgens mij, ik had er geen zin, ik weet het niet wat het was, maar het was een beetje... Ik vind dan wel dat opkomstmuziekje is wel leuk en dat doen ze dan allemaal wel, maar het is... Teleurstellend eigenlijk een beetje. Ja. Een beetje teleurgesteld, 6,5 denk ik. Nee, 6. 6. Wat minder. Wordt een beetje droevig hiervan. Ja, nee, het is niet... Kantine keuken, kom ik hier speciaal voor balletje. Want lekker ballen voor het huis, lekker balletje. Wat een balletje hebben ze hier. Vuur je ook tegen? Hij was wel lekker, maar ja, als je gaat de verwachtingen, hè? We scheppen misschien te hoge verwachtingen. 6 gewoon. Maar ze hadden wel lekker worstje. Hadden ze hier kennis. Daar is zo'n worstkraampje. Maar die zat verse worst van de slaag. Niet van de Hema. Het is gewoon verse worst van de slaag. Dat is wel goed. Maar blijft gewoon een 6. Gewoon een teleurstelling eigenlijk. Teleurstelling. Ja. En dan bier. Is dat ook weer teleurstellend, Sanof? Nou, op zich niet, want het drinkt wel lekker. Het is een klein glaasje. Dat is de meer eigenlijk waar het mij een beetje om gaat. Het is een klein glaasje voor 1,50. En eigenlijk net even te duur voor het mooie. Ja? Dus daar krijgen ze ook maar 5 voor. Nou, dan heeft de Zouave de nummer 2 van vorig jaar. Die gaat geen tweede eindigen, denk ik. Nou, ik denk dat het op zich wel een aardig wat punt. Want meestal delen we ook 4 en 3 jaar. Ik denk dat het wel een top 5 is. Ja, zijn we nog eerlijk, want doen we nog geen strafpuntje dit jaar. Voor de afstand, als we altijd blijven op boek hebben. Dus nou ja. Meer dan een uur in de auto. Maar goed. Gemiddelde, ik weet het niet, komt hier weg. Ja, dan staan ze straks. En dan komen ze echt in de ranglijst samen en staan die bovenaan. Nee, denk ik ook niet. Maar dan gaan we volgende week. Volgende week spelen we gewoon thuis. Quickie, hè? Quickie. Ja, ja. En dan moeten we volgens mij op zaterdag tegen de AFC. Op zaterdag? Dus ik weet zaterdag, niet. AFC, Haarlem. Ik weet alleen niet of ik er dan ben. AFC, Haarlem, ik ben er gewoon. Misschien ben ik er niet, maar dat zien we wel. Over 2 weken, 3 weken, wat is het? 2. 2 weken. Op zaterdag, dus op zaterdag, HFC, wachten we u allemaal weer. Tot dan. Dag Dijk.